De politie waarschuwt bewoners van de binnenstad voor inbraken in woningen. De inbrekers klimmen aan de achterzijde van het huis naar binnen. Vooral studentenhuizen zijn de dupe van dit soort inbraken. In de laatste week van juli heeft de politie zeker 6 aangiften binnengekregen van inbraak door inklimmen. De dieven hebben het vooral voorzien op geld en laptops. De politie adviseert bewoners bij afwezigheid de ramen te sluiten, ook op bovenverdiepingen. Het station in Zwolle is dit weekende opnieuw dicht. Reizigers die vanuit Groningen naar het westen gaan, worden vanuit Meppel met de bus naar het Harde vervoerd. Vanaf het Harde rijden weer treinen. Het station in Zwolle is dicht vanwege de aanleg van een nieuwe reizigerstunnel. Dit weekende worden sporen en perrons over de tunnel heen gelegd. In het tweede weekende van oktober gaat Zwolle opnieuw op slot vanwege de bouw van een vierde perron. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de nieuwe Hanselijn die in december in gebruik wordt genomen. FC Groningen speelt zondag de laatste oefenwedstrijd van het seizoen in Rode tegen Veendam. Volgende week begint de competitie weer met een uitwedstrijd tegen FC Twente. Gisteravond oefende FC Groningen in Rolde tegen het Spaanse Osasuna. Het werd 2-2. Gennaro Zeefuik en Virgil van Dijk maakten de doelpunten voor FC Groningen.